Was er nog wat op tv deze week? Kassie kijken met Ron Vergouwen. Vorige week schreef journalist Bas Heijnen in NRC Handelsblad over het Nederlands dramaniveau. Belabberd, volgens hem. Want hadden wij maar een maatschappelijk drama, zoals de Denen met Borgen over een vrouwelijke premier. En ja, het is inderdaad een fantastische serie. Inmiddels, vele jaren te laat, zendt de VARA de serie ook hieruit. Ik ben naar de kerpen. Rolig. Het is stil op de mond, laat niet op. Ja, radio zonder ondertiteling blijft toch een probleem. Zo'n soortgelijke actuele politieke serie hebben we op dit moment inderdaad niet. Wij maken liever series over ons koningshuis, veel smeuger. Maar ook over onze grootste schurken. Zo zendt de VPRO momenteel de ontmaskering van de vastgoedfraude uit. Wat gebeurt hier allemaal? U wordt verdacht van fraude, valsheid in geschriften, belastingontduiking, witwassen van geld en het leiden van een criminele organisatie. U hebt een erg naïef beeld van de vastgoedwereld. Wat kunt u mij over Ger van Moerkom vertellen? Ja, het spel van de hoofdrolspelers is in elk geval uitstekend. Vooral de schurk die de overleden acteur Jeroen Willem speelt is angstaanjagend. Draaf je niet een beetje door met die sportschoolvriendjes van je? Man, het is verbazingwekkend wat er gebeurt als je met die jongens ergens binnenkomt. Ik ga die jongens vaker meenemen. Kan iemand net dat setje geven? Maar de serie zit ook vol met kleine foutjes, belabberde bijrolacteurtjes en hele lelijke camerastandpunten. Al worden die door de VPRO vast als fantastisch ervaren. Ja, internationale allure? Nee, wat mij betreft valt dat wel mee. Maar gelukkig konden we de afgelopen weken ook kijken naar de tweede reeks van Penosa. Met Monique Hendricks en Willem Nijholt als maffiabaas. Ik wil dat je ervoor zorgt dat Zwart de erfenis van je vader overdraagt aan mij. Dan krijg ik een kogel in mijn rug, net als Irwan. Ja, en het mooie van deze serie is ook het realisme. Want hoe vaak gebeurt het de laatste tijd wel niet? Je bent even je boodschappenkarretje aan het uitladen en krijgt dan een kogelregen over je heen. Is hij leeg? Ja, we zijn klaar. Mooi. Ja, een Amerikaanse versie is in de maak en jawel, er komt een derde seizoen. Voor de karakters die het tot nu toe overleefd hebben tenminste. Dan RTL 4. Daar hebben ze ook een nieuwe dramaserie, namelijk Divorce. Ja, officieel is het niet de opvolger van Gooise Vrouwen, maar dat is het natuurlijk wel. Al gaat het nu over mannen. We herkennen duidelijk de stijl van dezelfde regisseur, Wil Koopman. En ook nu zijn er weer een mooi stel karakters. Met een aantal overeenkomsten met Gooise Vrouwen. Daar hadden we seksbeluste Anouk. En in deze serie heeft acteur Jeroen Spitzenberger last van de... ja, hormonen. Het is al gebeurd, geloof ik. Geloof je? Ja, nou ja, ik weet het vrij zeker. Ja, en verder had Gooise Vrouwen natuurlijk die vrolijke dikkert, Annette Malherbe. Hier speelt Dirk Seelenburg de gezellige theeleut. Willen de dames een kopje thee? Nee, we zijn hier niet voor de gezelligheid. Oh, jullie vinden het niet erg dat we zelf wel een kopje nemen? Zal ik anders de kamers van de kinderen even laten zien? Die zijn zo gezellig geworden. De verhaallijnen zijn niet allemaal heel origineel, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de mooie sfeer en de prachtige muziekkeuze. Toch valt de humor me wel tegen, al kan dat ook liggen aan de kinderen geen bezwaarachtige grappen van schrijver Haaie van der Heijden. Nee, de Gooise Vrouwenwietsen van Frank Houtappels, die waren scherper. En dat is ook juist de man die nu achter die vrolijke one-liners in Het Schaap in Mokum zit. Ons man komt eraan. Wat, heb jij een moeder? Ja, natuurlijk heb ik een moeder. Ik ben net een ei komen kruipen. Ja, maar je praat erover alsof ze al jaren een tuintje op de baak hebt. Ach, het is een rotstreek van moeder natuur, die overgang. Maar ja, wat doe je er dan? Helemaal niks. Kippenhok is leeg. Echt? Poes is gaan slapen. Ach, zes kinderen. Zeven. Zo. Ja, ik mag ook niet met pissen versluiten. Dit seizoen speelt de serie zich af in de jaren 80. Met natuurlijk de bijbehorende hits. Hoewel de serie het echt moet hebben van die over-de-top situaties, vind ik het toch een beetje een zwakte bot om het overleden karakter van Opoe, gespeeld door Carrie Tefse, terug te laten keren als engel. Schaam jij je niet? Opoe, is er niet ergens een wolk die je moet aanharken of zo? Ik ben heel even bezig. Ja, ik denk dat dit seizoen een mooi eindstation voor de serie is, hoewel ik er nog steeds erg van geniet. Zoals van het meeste Hollandse drama trouwens. Helemaal niets om je voor te schamen, Bas Heijnen. En ja, die politieke serie, die komt er nog wel een keer. Ik hoorde dat daar inmiddels ook al hard aan gewerkt wordt. K-
Kassie Kijken met Ron Vergouw.